Goedemiddag allemaal, hoi, ik ben Tim Sjongers. Dit babbeltje is normaal 40 minuten, ik heb er nu 10, dus ik ga lekker ongenuanceerd met gestrekt been erin. Dus als u het er niet mee eens bent, vind ik dat helemaal prima. Nou, werelden van verschil over het belang van ervaringskennis. En om mezelf niet te moeten voorstellen, zou ik toch beginnen bij toen ik ongeveer 30 jaar was. En toen werkte ik in een nachtopvang in Antwerpen met dakloze verslaafde mensen. Mensen die, als je de dossiers bekijkt, eigenlijk sinds ze heel jong zijn, al zijn losgelaten door de samenleving. De samenleving heeft ook 50, 60 signalen gemist. En op een bepaald moment komen ze dan in zo'n nachtopvang. Dan komen ze binnen, mogen ze heroïne spuiten. Dus mijn taak is dan zorgen dat het propere spuiten zijn, dat er aluminiumfolie is om hun shit op te verbranden en noem maar op. Een van die routines is, dan hebben ze gebruikt, dan gaan ze eten. Als er eten is, want verslaafde mensen krijgen enkel gedoneerde voeding. Dus als wij niet doneren, dan hebben ze ook geen eten. Dan krijgen ze soep en door die heroïne dreigen ze dan in hun soep in slaap te vallen. En wat er dan gebeurd is, dan moest ik bij de haren trekken. Soep kom opzij en hoofd op tafel. En dan had ik een leven gered. Dan had ik mensen van de verdrinkingsdood in hun soep gered. De enige reden waarom ze in zo'n nachtopvang mogen gebruiken, is omdat wij niet willen dat die mensen in onze voortuin slapen of in ons portiek. En verder hopeloos. We hebben ze gewoon compleet losgelaten. Nou, dat was een avondbaan, een nachtbaan. En dat liet me toe om overdag wat andere dingen te doen. En een van die dingen overdag was politieke wetenschappen studeren in de Universiteit Antwerpen. En dan ziet u hier de Meir. Iedereen kent de Meir wel, de winkelstraat. Die zit hier. En wat er dus eigenlijk gebeurt, om 8:30 ochtends verraad ik dan de nachtopvang, verraad ik de dakloze verslaafde, 6 minuten fietsen en ik kwam in een compleet andere wereld terecht. 19-jarige, die gewoon alle kansen krijgen op een gezond en gelukkig leven, die heel erg op elkaar lijken, die uitkijken naar een tussenjaar en na dat tussenjaar zullen zij machtsposities verwerven. Zullen zij in de politiek gaan, zullen zij beleid gaan vormen. Ze zullen heel veel gaan doen en ze zullen eigenlijk op een bepaalde dag macht uitoefenen op de hoop rozen van die nachtopvang. Het punt is, 6 minuten fietsen met een wereld van verschil en al gaan ze ooit macht uitoefenen over die hoop rozen, ze ontmoeten elkaar nooit, ze kennen elkaar ook niet en ze komen gewoon uit een heel andere wereld. Maar toch zullen zij op een dag bijvoorbeeld deze Haagse torens vullen. En dat zijn dan allemaal mensen die hoogopgeleid zijn, die eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde leven, ik werk er nu, dus ik mag dat zeggen, die hebben allemaal min of meer hetzelfde leven gehad, die hebben altijd hoop gehad om het leven vorm te geven naar hun eigen inzichten. En die gaan nu beslissingen nemen over dakloosheid. En dan hebben we het over zelfredzame daklozen. Zo'n dingen komen er dan uit. Het punt is dat al die torens vol zitten met mensen die heel erg op elkaar lijken en beleid uitoefenen op mensen, ongeveer 30% van de samenleving, waar het niet zo goed mee gaat, waar wij als partij voor zijn opgericht, denk ik. En dat we er heel moeilijk in slagen om die mensen nog te helpen. We zitten al 30 jaar met gigantisch grote sociaal-economische gezondheidsverschillen. Kort door de bocht, arme mensen gaan 5 tot 7 jaar eerder dood dan hopelijk jullie. En ze hebben 10 jaar tot 15 jaar, 17 jaar meer ongezondheid dan hopelijk jullie. 30 jaar maken de hoopvolle in die toren zelf bereid. En toch lukt het niet om die verschillen kleiner te maken. En dan willen we weten hoe het komt dat mensen afhaken. Zoals mevrouw daar te strak zei. Nou, daar ga ik jullie in meenemen. Maar de vraag die hieronder ligt, is als je nou 30 jaar beleid maakt om iets op te lossen en dat lukt na 30 jaar niet, is dan de vraag niet of wij als hoogopgeleiden in die torens nog wel beleid kunnen maken. Kunnen wij nog wel het goede doen voor die mensen waar het om gaat? Want we zijn wel heel slim. We hebben allemaal masterdiploma's. Dat is het minimum, anders kom je daar niet in. We hebben allemaal een zekere machtspositie verworven. We hebben allemaal een relatief goed leven bekomen.
En is die afstand niet simpelweg te groot geworden om nog de goede dingen te kunnen doen? Want als je naar gezondheidsverschillen kijkt, dan ga je altijd, jij moet minder roken, jij moet je gedrag aanpassen. Maar het gaat nooit over, kunnen wij wel de goede beslissingen nemen. Nou, ik ga jullie meenemen in 2 anekdotes. Normaal zijn dat er veel meer. Maar ik heb nog 5 minuten, dus... Dat is een leuze die in onderzoeken en in beleid constant voorkomt. Arme mensen maken ongezonde keuzes. En op basis van dat beeld gaan we dus beleid maken. Bijvoorbeeld reefstijl, gedragsinterventies, noem maar op. Nou, ik ken Menno niet persoonlijk. Maar als Menno nou maandagochtend te laat uit zijn bed komt en die moet naar zijn werk en die krijgt een verruzie onderweg en die moet rechtstaan in de trein en die trein komt te laat, waardoor die te laat op zijn werk is en de leidinggevende gaat moeilijk doen en dan nog een paar studenten die lastig doen en dan wil die gewoon lunchen, maar de kantine is al dicht en heel die dag gaat zo verder totdat hij s'avonds thuis komt met zijn partner, gigantische ruzie heeft, hij gaat spaghetti koken, maar ja, de spaghetti is aangebrand en noem maar op. Om 9 uur s'avonds, wat doet hij? 2 glaasjes Cabernet Sauvignon, Reptonis, Chocolonis erachter. En hij kan het een plekje geven. Morgen nieuwe dag met nieuwe kansen. Als we nou in dit verhaal, we moeten het niet over werk hebben, want dat heeft hij niet. We moeten het ook niet over een partner hebben, want hij zit in een vechtscheiding en nu zit hij in een depressie. Waar we het wel over moeten hebben, is dat hij naar de bijstandsconsulent moet. En die denkt, ja, misschien moeten we toch nog eens een onderzoek naar jezelfredzaamheid doen. Dan moet hij naar de jeugdzorgconsulent. Ja, misschien moeten we toch nog eens een onderzoek naar jezelfredzaamheid doen. En dan moet hij naar de voedselbank zijn pakketje gaan afhalen. En dan komt hij thuis. Er is helemaal niemand. Dan is het maar de vraag of hij er nog komt met 2 glaasjes wijn en een Reptonis Chocolonis. En ik ben van mening van niet. Maar als Menno mijn collega is en hij vertoont ongezond gedrag s'avonds, ja, dat snap ik wel. Rotte dag en ja, geef het een plekje. Als wij kijken naar mensen die een rot leven hebben, en we hebben het ongeveer over 30% in deze samenleving, nee, dan is het ongezond gedrag. En dan moet jij veranderen. Wat we niet veranderen zijn de woonsituatie. Daar doen we niks aan. Minimumloon. Ja, best moeilijke discussie blijkbaar. Al die sociale context, daar veranderen we helemaal niks aan. Maar dat maakt niet uit. Wat we dan wel doen, is natuurlijk een actieprogramma van 180 miljoen euro om gezondheidsverschillen te verkleinen. En wat gebeurt er dan? Nou, wat je krijgt, is dat geld gaat dan naar de wijken. De achterstandswijken zijn als eerste aan de beurt. Dat gebeurt gewoon standaard. En dan zie je iedereen in de stad een koprol maken naar die wijken. En dan zitten die wijken vol met mensen die nooit in die wijken komen, die niemand in die wijken kennen, maar die daar wel hun actieprogramma gaan uitrollen. En ze gaan de wijk gezonder maken. En ze gaan dan allemaal aan een kennistafel zitten. En de enige die iets met die wijk te maken heeft, is de Turkse bijstandsmoeder die de hapjes op tafel mag zetten. Verder heeft niemand iets met die wijk te maken, maar allemaal wel met een subsidiepotje. En dan is er 1 iemand bij. En ik wil niemand beledigen, maar meestal is het een vrouw van 50, 55, mijn carrière in de GGD, die zegt van nou, ik ga een ZZP-avontuur aangaan, waar ze eigenlijk me zegt, ik ga nog een keer een goed kastje voor mijn pensioen. Hè? Maar ze gaat een ZZP-avontuur aangaan en die zegt, gezonde voeding. En een helft heeft natuurlijk al op zijn geeltjes gezonde voeding geschreven. Dus iedereen, ja, moet je vooral doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Die krijgt dan een projectplannetje, die krijgt subsidie. En wat doet zij? Zij pakt een broccoli, zij pakt een pastinaak. Rechts de broccoli, links de pastinaak. En zij gaat naar groep 7. En zij zegt, weet je, kindjes, gezonde voeding, heel belangrijk. En zij staat er met te zwaaien. Wat zij niet beseft, is dat 70% van die kinderen geen ontbijt hebben gehad. Dus ze is eigenlijk de kinderen gewoon aan het vernederen. En ze heeft totaal geen moeite gedaan om een keer met die juffrouw te gaan praten. Van, klopt dit wel? En ik weet niet of jullie het weten, maar de gemiddelde pastinaak, een melktandje overleeft dat niet. Hè? Maar dat is een ander verhaal. Dat wil niet zeggen dat ongezonde voeding onbelangrijk is, of gezonde voeding onbelangrijk is. Maar met een banaan en een bakje yoghurt en een bakje aardbeien kom je veel verder. Kijk, en ik denk dat is de moraal van mijn verhaal en dat moet ik afronden. Maar we zitten dus in een systeem met heel veel hoogopgeleiden die beslissingen mogen nemen in hun 70% bubbel van een goed leven. Allemaal beslissingen nemen over 30%.
en daar eigenlijk redelijk foute beslissingen voor nemen. En het misschien zelfs gewoon niet meer kunnen. En in heel die keten, van de ministeries, 180 miljoen euro, tot in een klaslokaal slagen we er niet in om iemand te krijgen die zegt, jongens, maar past dit nog wel bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat? Want als we het hebben over vertrouwen in de politiek, die juffrouw, die ben je kwijt. Want zij ligt wakker van het feit dat de kinderen geen ontbijt hebben. Zij ligt wakker van het feit dat die allemaal op een wachtlijst staan en al minimaal 6 maanden. Zij ligt wakker van het feit dat die kinderen gewoon in een ongezonde omgeving opgroeien met familiaal geweld. En wat gaan wij doen? Wij gaan broccoli promoten. En daar haken mensen af. Ik denk dat daarom dat we, wat we echt dringend zullen moeten doen, is dat we moeten kijken of diploma's niet geherwaardeerd moeten worden. Want het is heel bijzonder dat als u 2 masters hebt en 3 talen spreekt, dan mag u beleid rond bijstand maken. En als u 10 jaar in de bijstand hebt gezeten, ja, ik weet niet of jij beleid rond bijstand kan maken. En zo hebben we dat dus georganiseerd. En dat is heel bijzonder, en dan ga ik effectief afsluiten, want ik ben over mijn tijd aan het gaan. Kijk, als we vrouwen aan de top willen, dan doen we quota. En ik vind trouwens dat we dat moeten doen, hè? Daar niet van. Als we mensen met een bepaalde culturele etnische achtergrond willen, dan gaan we ons HR-beleid aanpassen. Dan noemen we dat diversiteitsbeleid. Als we mensen met een beperking willen, dan passen we desnoods de lift aan. En als het gaat over mensen uit een lage sociaal-economische statusgroep, ja, sorry, maar u hebt geen diploma. En dan gaan we met allemaal mooie onderzoekers onderzoeken hoe het komt dat zij zich niet gehoord voelen. Nou, dat is simpelweg omdat ze niet in het beleid zitten. Het zijn onze beelden, onze hoogopgeleide normen en waarden. Voor ons is gezonde voeding belangrijk. In onze context is dat een broccoli. In de context van die mensen is dat iets heel anders. En als wij dat niet beginnen beseffen, dan denk ik dat we naar een situatie toe gaan waarin het sociale weefsel een keer definitief zal scheuren en mevrouw heel veel onderzoeken moet gaan laten voeren. Ik dank jullie.